Ricardo Cartoon, de videotheek is gesloten. Goeiedag, Silvano. Hallo, Ricardo. En, vertel eens, heb je zin om met mij mee te gaan naar de videotheek? Naar de videotheek? Dat is een uitstekend idee, want in de videotheek kun je altijd wat anders kunnen doen. Juist, je zou best wel een leuke video vinden, hoor. Of een leuke DVD. Nou. Gisteren had ik er eentje gevonden en die was zo klein. Dat was geen CD, maar dat. Of geen DVD, maar een CD-ROM. Oh, dan had ik me een beetje vergist. Weet je wat? Stap maar alvast in de auto, dan rijden we ondertussen maar wat. Dat is een goed idee. Zo, jongens. Of Silvano. Dit is toch best wel leuk, hè, zo'n wagentje, hè? Zeker. Hoe heb je dit allemaal voor elkaar gekregen? Nou, deze auto heeft me tenminste $20.000 gekost. Dat is zoveel. Daar kun je niet eens wat geld voor betalen voor een grote auto. Ja, maar deze auto was toch van vroeger. Ik heb die helemaal nieuw geschilderd. Uitstekend. En Ricardo, weet jij hoe ver de videotheek is? Geen idee. Ik denk dat er hier ergens in de buurt wel nog een videotheek is. Uitstekend. En hoe lang duurt het nog? Oh, het duurt niet lang meer. Ik geloof dat we daar bijna zijn. Weet je het zeker? Zo, Silvano, we zijn er. Wat is er, Ricardo? Waarom zeg je je dood? Silvano, de videotheek. Hij is gesloten. Gesloten? Hoe kan dat nou? Het is pas ochtends. En ik weet heel zeker, hè, dat de videotheek vandaag open is. Ik weet het heel zeker. Maar nu is hij dicht. En ik begrijp niet waarom ze gesloten zijn. Wel, misschien weten we hier wel wat van. Niet geloven. Er staat hier iets heel wat in het kleins op. Lees eens wat erop staat. Hallo, wij zijn voor altijd gesloten vanwege dat alle video's zijn uitverhuurd. Oh nee, en ik had toch zo'n zin om een videoband te willen huren en nu zijn ze dicht. Wat nu te doen? We kunnen misschien wel naar een andere videotheek. Silvano, hier in onze stad zijn er geen andere videotheeks meer. Dit is de enige videotheek die ze hier hebben. Maar in de andere stad kunnen we misschien ook gaan kijken. In de andere stad? Silvano, ben je helemaal gek geworden? Weet je niet hoe ver dat is? We kunnen dit proberen. Nou goed dan. En Silvano, vind je het niet zo erg dat we toch naar een andere videotheek gaan kijken om daar te kijken of ze daar al wat van hebben? Zeker weten. Ik heb altijd al een video willen huren. Ja, ik heb alleen maar video thuis die ik allemaal heb gekocht. Maar wat moet ik met gekochte video's? Ik weet het niet. Maar ik ben blij dat we naar de andere stad gaan, want daar hebben ze dus ook een videotheek. Dat mag ik dus ook wel hopen. Hallo meneer, het spijt me jongens. Hoezo het spijt ons? We komen hier alleen maar een video huren. Is dat soms een probleem? Nee. Of tenminste wel. Ah ja? Wat is er dan? Mogen we dan geen video huren? Jullie mogen wel een video huren. Nou, dan mogen we toch naar binnen. Maar het gaat niet. Hoezo niet? De videotheek is gesloten. Gesloten? Inderdaad. De videotheek is vandaag gesloten omdat alle video's zijn uitgehuurd door iemand. Oh nee, hebben ze bij jou ook al die video's uitgehuurd? Inderdaad. Nou, dan zit er niks anders op. Dan moeten we maar weer op zoek naar een andere videotheek gaan. Nou, nu hebben we alweer de hele dag voor niks gereden. Dit is toch niet te geloven? Is die videotheek bij de naburige stad ook al dicht? Ik wil het eigenlijk niet onverstaanbaar maken, maar het is toch normaal eigenlijk te waardevol dat we dit niet kunnen aanpakken. Het ziet er naar uit dat we dit zaakje flink moeten oplossen, hoor. En wat wou je eraan doen? De boswachter moet ons een handje voor ons houden. En daarvoor dacht ik ga maar eens eventjes naar de boswachter bellen. Misschien kan die me helpen. En wat ga je nou doen? We gaan terug naar onze stad en dan bellen we hem eventjes waarom de videotheek dus dicht is. Even later in Ricardo's huis. Zeg Ricardo, weet je heel zeker dat we dit moeten doen? Natuurlijk.
De boswachter is natuurlijk de baas van onze stad. Daarom moeten we hem dus waarschuwen. Trot, trot, trot. Oh, hallo. Hier spreekt de boswachter van Boystad. U mag je vraag stellen en ik zal uw vraag teruggeven. Zegt u maar. Hallo meneer de boswachter. Ik ben het, Ricardo. Ik heb wat vragen aan je te stellen en ik hoop dat het heel belangrijk is, want hier ben ik tenminste niet blij mee. Oké, Ricardo, zeg maar wat je voor mij te wensen hebt. Ik heb toch niks te doen, dus stel je vraag maar. Ik vind het niet zo erg. Wel, meneer de boswachter, het zit namelijk zo. Silvano en ik wilden naar de videotheek gaan om een video te huren, maar het blijkt erop dat er zelfs dat de video... gesloten is vanwege dat er video's zijn uitgehuurd. En toen wouden we naar de naburige stad gaan om daar video's te kunnen huren, maar die was ook gesloten. Kunt u misschien daar iets van weten? Want jij bent natuurlijk de baas hier, hè? Ja, maar Ricardo, ik heb daar helemaal niks mee te maken. En trouwens, als jullie me niet wilt storen, hè, ik heb nog een belangrijk bezoekje, hoor. Dus ik wil voor de verder is niet gestoord mee worden, hoor. Dus au revoir. En? De boswachter had het een beetje druk. Dus hij kan ons zeker niet helpen hoe het mogelijk is dat alle videotheeks van alle staten helemaal dicht zijn. Maar ik heb een beter idee. Wat nou als we naar de bioscoop gaan in plaats van naar een videotheek? Silvano? Weet je niet hoe duur dat is? Oh nee, dat is waar ook. Dat zullen we beter niet doen hoor. Weet je, als we nou best wel kunnen kijken of wat er nou eigenlijk het probleem is, dan kunnen we toch nog weten waarom al die videotheek allemaal van de stad gesloten zijn. Dat is een goed idee, Ricardo. Hola, hola, wacht eventjes. Wat zit er in die zak? In die zak? Zak, welke zak? Die zak daar, wat je in je handen hebt. Oh, ja, dat is een cadeautje voor mijn, voor Vaderdag. Vaderdag? In september? Daar geloof ik dus geen woord van. Ja, het was een tijdje geleden dat ik deze Vaderdag cadeau niet kon wegsturen, hoor. Volgens mij staat hier gewoon wat te liegen. Vertel, ik wil het echt serieus nemen. Wat zit er in die zak? Het zei ik toch, Vaderdag cadeautje, daar geloof ik niks van. Vaderdag is pas op juli. Ik wil weten wat er in die zak is. Of anders bel ik de politie. Oké. In die zak zit mijn video's in. Wacht eens even. Zijn dat niet die video's die jij hebt meegenomen van de videotheek? Ja. Nu snap ik waarom de videotheeks gesloten zijn. En waarom we altijd maar steeds moeten afwachten dat de videotheeks weer open gaan. Jongeman, jij zit hier diep in de problemen hoor. Ja? Ik wil graag dat je die zak aan mij geeft. Dat dacht ik dus niet. Jij krijgt die zak niet. Michael, doe niet zo flauw. Of we halen je vader erbij. Kom op. Ik heb echt net niks mee te maken. Wat moet ik nou doen? Geef die zak aan ons. Oké. En ik ga ervoor zorgen met die zak meteen die video's weer terug ga brengen. En dat er geen niks meer overblijft. Je doet je best maar. Maar ja, ik ga er vandoor. Michael? Ja, pa. Geef die videobanden zo snel mogelijk aan die jongen toe. Deze videobanden moeten terug naar de videotheek. En doe geen flauwekul. En als je thuis bent, hè, dan heb ik jou... voor jou een verrassing voor je. Goed. Uitstekend. Nadat Ricardo en Silvano de zakken vol met video's terug hebben gebracht, zijn ze weer eindelijk thuis. Ricardo, goed dat je dat raadsel hebt opgelost waarom die videotheeks allemaal gesloten zijn. Inderdaad, maar we hebben gelukkig toch nog een video. Zie je dat? FantaZero. En die gaan we straks kijken. Inderdaad. En Silvano, zonder dat gedoe hè, met die Michael in die video's, was het nooit gelukt. Ja, zeg dat wel. Maar
We hebben toch, maar hij heeft toch zijn lesje geleerd en we hebben alle video's die hij had weer teruggebracht naar de videotheek. Uitstekend. En jongens, het is nu al tijd voor de geweldige afsluiting. Dit was het einde van de film. Toedeloe.